Yo, Nintendo fans! Vandaag gaan we verder met Pokémon Scarlet en we moeten daar naartoe. We moeten naar school, dus laten we lekker naar beneden gaan. En knal natuurlijk de duimpjes omhoog voor deze nieuwe video. Oh, en voor deze nieuwe pet. Ik heb een nieuwe pet. Vraag van de dag. Welke pet van mij vind jij het leukst? Laat het weten in de reacties en vergeet niet te abonneren als je nieuw bent op dit kanaal. En zet gelijk het belletje aan. Let's go! Ik zie allemaal de chonkies. En ik zie daar een trainertje. En wat nieuw is in deze game is dat je ook echt moet praten met de trainers om een battle aan te gaan. Oh, ik zie hier iets glinsteren. Dat zal een battle zijn. Yep. Hey, let's battle. Oké, let's go. Mijn eerste battle met een trainer. Ah, met een wilde trainer. Ik heb natuurlijk al met mijn buddy gevochten. Quaxly tegen Fuecoco was dat. En dit is een Tarantula. En die heb ik natuurlijk ook. En ik heb natuurlijk ook LeChonky Wonky. Let's go, LeChonky Wonky. Level 5 LeChonky Wonky. We staan echt nog helemaal aan het begin van deze game. En ik vind hem nu al leuk. In de vorige video hebben we dus al Corridon gezien. Heel cool. Die is inmiddels bij ons, maar we kunnen die natuurlijk nog niet gebruiken in het team. Tot nu toe moeten we het even met LeChonky Wonky gaan doen, jongens. Hoppakee. Duurt lang. Moet even leveltje omhoog gaan, denk ik. Misschien is mijn tackle aanval wel sterker dan mijn disarming voice. Want ik denk dat mijn physical attacks beter zijn met LeChonk dan mijn special attacks. Kijk, mijn special attack gaat ook naar beneden door die struggle bug. Kijk, ja, oké, ik moet gewoon gaan tackelen. Overleef deze struggle bunky. Lekker. Come on, LeChonky. Wat een baas. Ik weet niet of hij altijd in mijn team zal blijven, maar ik vind het zo'n vette Pokémon. En hij gaat de level omhoog. Level 6. Ja, ik ga Quaxly met als eerste in mijn team zetten, hoor. Wie zien we hier allemaal? We zien Whistle, Psyduckies. Psyduck. Wil je vechten met mijn Palmy? Oh, die is level 7 en mijn Palmy is maar level 5. Maar, oh, die Psyduck is ook sneller dan mijn Palmy. Dit is niet oké. Dit gaat niet goed, jongens. Kom maar even wisselen, Palmy. Je bent nog een beetje level 5. Je bent nog niet zo sterk. Al mijn Pokémon zijn nog niet zo sterk. Ik heb nog amper gebatteld met ze. Nou, Quaxly is natuurlijk de leider van dit team. Mijn starter Pokémon. Oh, is die alleen niet zo snel? Psyduck is gewoon sneller dan mijn Quaxly. What? Je moet even je snelheid werken, Quaxly. Je ziet er wel cool uit, moet ik zeggen. Met je blauwe pootjes. Ik vind het wel een leuke Pokémon, man. Ik ben wel blij met mijn starter. Maar ik wil daar naartoe. Ik wil naar dat benzinestation. Dat je daar in de verte. Oké. Psyduck is verslagen. Very nice. En Palmy en mijn Insecti. Mijn spinnetje. Die zijn allebei een level omhoog. Oké, alleen Tarantula die is nog full HP. Dus ik moet even oppassen, denk ik. Even kijken. Item piece. Yep. Oh, Deerlings. Ah, die liggen hier lekker te slapen. Super cute. Maar ja, zoals jullie weten doe ik alleen maar Pokémon uit Paldea in mijn teampie. Hier zie ik een nieuwe. Het is Fiddo. Hallo, Fiddo. Ik ga jou vangen, vriend. Jij moet bij het team. Oh, ik heb wel allemaal langzame Pokémon, zo te merken. Fiddo is ook weer sneller dan mijn Tarantula. Oh, it's not very effective natuurlijk. Oké, weet je wat? We gaan gewoon Pokéball gooien. Deze Pokémon zijn nog zo laag level dat we ze waarschijnlijk heel erg makkelijk moeten kunnen vangen. Kijk, 3... Oh, nee. It ontsnapt. De Fiddo is ontsnapt, jongens. Oké, nog een keer proberen. Let's go, Fiddo. Ja, nu wel. Nice. Quaxly leveltje omhoog. Ja, very nice. Fiddo is een fairy-type Pokémon. Super cute. Nou, welkom in het team. Oké, dan gaan we even naar het benzinestation hier, hoor. Hallo, Demona. Hallo. Ja, ik ben er, hoor. Ik ben er zeker. Dit zijn de nieuwe Pokémon Centers. In het midden kan je Pokémon healen. Rechts is de Pokémart. En links... Ja, dat zien we nou niet, want hij gaat nu net naar rechts, naar de Pokémarkt. Dit is de TM Shop. Hier kan je TM's kopen. Je hebt er leak points voor nodig en materials die de Pokémon laten vallen. Oké, ik heb super healing nodig. Wil je mij 5 Pokémonnetjes healen? Dankjewel, zuster. Oeh, je loopt ook gewoon een Ralts. Ja, dit is wel een goede Pokémon, jongens. Hey! Hey, Wooper! Yo! We gaan allemaal nieuwe Pokémon vangen in deze video. De Paldean Wooper. Ja, is ook een leuke, man. Oh, wow, ik kan hem niet aanvallen met water aanvallen. Dit is wel nice, man. Dat is een goede ability die hij heeft. Oké, let's go. Dan gaan we hem pounden. Hij gaat mij met modder beschieten. Nog een keertje pounden. Let's go. En een Pokéball erbovenop. Laten we hem vangen. Oeh, dan hebben we gewoon nu al een full team, jongens. Heel cool. Wooper is ook weer gevangen. Ja. Gaan 3 Pokémon een level omhoog. En Wooper is nu een Poison en een Ground-type Pokémon. Ik vind deze best wel leuk, man. Is Poison en Ground eigenlijk een goede combinatie? Hij kan niet geraakt worden door water aanvallen met zijn ability. Dus dat is wel heel nice. Zijn hier ook nog Pokémon te vinden hier aan de zijkant, of niet? Wel items. Ik ben zo hyped voor al die nieuwe Pokémon, jongens. Het is niet te doen, dit.
dit? Hier is helemaal niemand. Oh, wel. Fiddo, Iglybuffies. We gaan helemaal naar voren lopen. Want vaak is in de hoek dat dan iets speciaals is. Of een speciale Pokémon of een goed itempie. Hey, Experience Candy. Nice. Kijk, hierachter ligt dus een TM'tje. En dat is Stored Power. Ik ben echt zo bang dat ik gewoon zo langs een shiny Pokémon loop, hè. Oké, nee, geen Pokémon die we willen vangen. Ik heb er twee! Heb jij twee Pokémon? Hey, maar wacht even, wat is dit dan? Wat is dit? Is het ook een Pokémon? Hallo, muntje? Gimme gold coin. Material accidentally dropped by a Pokémon. En voor de rest kon ik het niet lezen. It seems that gimme gold treasure and hoard these. Oké. Die hebben we nodig dan om een speciale Pokémon te vangen, denk ik. Want in mijn preview sessie heb ik ook zo'n schatkist gezien. Ja, daar hebben we die mee te maken. Oké. Hallo, Azuril. Ik heb Palmy. Thundershock. Azuril doet waterpistool. Ik doe nog een keer Thundershock. Yo, maar Palmy is wel nice, man. Palmy klapt iedereen. Lekker Palmy. Fiddo leveltje omhoog. Oh, nu heeft hij een Houndour. Ja, dan gaan we Quaxly erbij halen. De aanvoerder van mijn team. Let's go. Kijken of het met één waterpistool lukt. Oh, bijna. Oké, doei. Oh, nice. Quaxly kan Wing Attack leren. Dus Quaxly gaat waarschijnlijk een water- en een Flying-type Pokémon worden. Was op zich wel te verwachten. Is de meest logische combinatie als je een vogel bent. Oké, let's go. We moeten door. We moeten naar die stad daar in de verte. Hé, maar dit is de conciërge. Het is de conciërge van de school. Die heeft een gulp in. Nee, niet mij laten slapen. Maak hem kapot. Net niet. Hij houdt 1 HP over. Ja, nu zijn we in slaap gevallen. Let's go, Wooper. Modderschot. En klaar. Wat loopt daar voor Pokémon? Daar bij die boom. Yo, wat ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Shroudel? Ik denk dat dit de voorevolutie is van Grafaia. Dat moet haast wel. Oh, maar dan wil ik deze hebben. Want dit wordt Grafaia. Oh, maar ik heb ook al Wooper natuurlijk. Die is ook Poison-type. Ah, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik ga hem in ieder geval vangen. Let's go. Let's go, Shroudel. Volgens mij is die wel een beetje zwak. Wat gaan we doen? Misschien komen we later nog Grafaia's tegen. Kijk, zie je? Hij is Poison en Normal-type. Dit moet de voorloper zijn van Grafaia. Maar ik vind hem nog niet zo tof. Dus ik ga hem niet in mijn team doen. We komen ongetwijfeld die Grafaia tegen, jongens. Dat moet wel. Oké, let's go. Hier lopen er nog meer, hè? Nog meer Shroudels. Doei. Yo, we zijn bij de stad. Oh, eerst nog even langs Pokémon Center. Been having some nice battles. Ja, ging wel lekker tot nu toe, man. Hallo daar, ik ben de Pokémon League representative. Heb je leuke Pokémon battles gehad? Als je 4 trainers in dit gebied verslaat, dan krijg je een prijs. Oh, cool. Ik heb 5 trainers verslagen, dus dat is top. Hey, we krijgen een TM, Thunderwave. Oké, nou, leuk. Leuk extraatje. Even snel mijn Pokémonnetjes healen. Gewoon nu al 6 leuke Pokémon. Heel cool. Oké, maar ik wil de stad in. Is het gewoon een kwestie van deze deur door? Gaan. Dus best wel een grote poort. Ik weet niet of ik die zelf open kan duwen. Ik kan wel wat hulp gebruiken misschien van iemand. Kan iemand me helpen? Ik sta daar ook een beetje te kijken. Zo van, gaat die niet vanzelf open deze deur? Als ik maar lang genoeg kijk, dan gaat die toch open? Zo werkt dat met katten tenslotte ook. Als mijn katten naar de deur kijken, dan verwachten ze dat ik hem open doe. Ja, ik had gewoon Speedy Gatito moeten kiezen, denk ik. Maar Nimona die komt er al aan, zo te zien. Heb je leuke battles gehad? Je Pokémon worden vast sterker. Wil jij mij niet even alles laten zien wat je in een battle hebt geleerd? Oké. Let's go, Nimona. Let's go. Laten we even battelen. Nou ben ik dus heel benieuwd welke Pokémon jij ondertussen hebt. We gaan even heel ver uit elkaar staan. En voor de poorten van de nieuwe stad gaan we deze battle doen. Iedereen in de stad kan kijken. Als ze tenminste de deur open zouden doen voor mij. Hallo, Fuecoco. Ik heb nog steeds Quaxly als eerste, dus dat komt helemaal goed uit. Ja, ze heeft een nieuw Pokémon erbij, hoor. Ze heeft nu 2 Pokémon. Ja, ze is nog steeds niet heel veel. En ik ben benieuwd wat dit waterpistooltje gaat doen. Ja, Fuecoco heeft gelijk problemen. Maar Fuecoco die probeert me terug te slaan. 7 HP eraf. Nou ja, dat is lang niet genoeg, hè. Ik heb super effective moves, jongen. Ik heb die water eend. Water eend voor de win. Kijk, gelijk lekker XP. 2 Pokémon een leveltje omhoog. Lechonk heeft Echoed Voice geleerd. Wooper Poison Tail, nice. En ja, Nimona komt met een Palmy nu. Dus dan ga ik met een Ground-type Pokémon komen. Let's go, Wooper! Ik denk oprecht dat Wooper vet goed gaat worden. Ik denk het echt. Daar gaan we, Wooper! En daar is de Palmy van Nimona. Ja, Mudshot. Mudshot is super effective. Wat ga je doen, Nimona? Wat ga je doen? Ga je het gewoon doen? Jij gaat het gewoon doen, hè? Terrestrialize. Jij gaat het type veranderen, hè? Jij hebt me in de maling genomen. Of, nee. Is het nog steeds elektrisch? Palmy is nog steeds elektrisch. Oké. Terrestrializing is een goede strategie. Want daardoor krijg je meer Terra-type power. En Palmy gaat voor Thundershock. Ja, maar dat doet helemaal niks tegen mijn Wooper. Jammer, joh. Jammer, Nimona. Ik dacht dat jij zo'n topstudentje was. Dit had jij kunnen weten. En gewoon nog een keer Thundershock doen, hè? Ja, jammer, man. Jammer.
Heel jammer. Doei. Dus ik kan tegen Thunder. Ik kan tegen water. Ja. Ja, Wooper moet erin blijven hoor, jongens. Goed gedaan, jongen. 3 Pokémon nu een level omhoog. Het gaat hard. Ja. Ja, Nemona, het is wat het is. Ik heb gewonnen. Voor straf vind ik dat jij nu voor mij deze deur open moet duwen. Dat is best een heftige straf. Die deur is kapot groot. Anyway, Nemona is echt geweldig. Kijk, je hebt tegen de Terrestrialize Pokémon gevochten en gewonnen. Maar jij kan je Pokémon nog niet Terrestrialize, toch? Maakt niet uit. Daar heb ik al voor gezorgd. Maar je bent al zo goed met Pokémon Battles. Ik vergeet soms hoe nieuw jij bent. We krijgen wat revives. En krijg ik dan nu ook iets dat ik ook kan Terrestrialize, of niet? Ho, ho. Gaat de grote deur open? Messagoza, de stad. Een soort van Barcelona, denk ik. Die ligt achter deze poort. En dat is de stad waar onze school is. Let's go! Ja, 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 ik hoor wat. De conciërge doet de deur open voor ons, denk ik. Daar zijn we, hoor. Ja, aardig stadje dit. Jemig de pemig. Oké, kunnen we daar battlen op dat veld zo? Dat is echt wel groot, trouwens. Echt een flinke stad. Oké, ik zie winkeltjes. Daar kunnen we, denk ik, schoenen kopen en dat soort dingen. Leuk stijltje. Onze haar doen misschien wel. Nieuwe kapseltjes fixen. Pleintje. En daarachterin is natuurlijk de school. Nou, Nemona, leg het eens even uit. Oké, we hebben het gehaald, zegt ze. Dit is Messagoza, de grootste stad in Paldea. Het was al een handelsstad sinds een hele lange tijd. Heel veel mensen komen hier om technologie te leren. Ja, daar kunnen we ons haar veranderen. En wat zullen we eerst gaan kijken? Dan gaan we eten? Nee, we gaan eerst naar de haarsalon. Nemona zegt, oh, als we het over battle hebben. Ik wil zeker weten dat jij je Pokémon ook kan terrestrialize, Rikachu. Er zijn nog een paar dingen die daarvoor moeten gebeuren, maar dat gaat ze regelen voor ons. Nou, top, dankjewel. Jeetje, maar voordat we dit allemaal hebben gehad, joh, zijn we 3 afleveringen verder. Oké, hier worden cadeautjes uitgedeeld, of niet? Hallo, mag ik ook een ballon? Ik wil ook een ballon. Nee, helaas, ik mag geen ballon. Kapotgierig. Hier kunnen we ijs kopen. Ja, ik hoef geen ijs. Ik heb net gegeten. Wat is dit? De Go for Broke Grill. Kan je dus allemaal gerechtjes halen? Ja, daar gaan we later nog wel een keer naar kijken, hoor. Zo kapot veel eetkraampjes hier. Wat is dit? Chancy Supply. Oh, hier kunnen we allerlei leuke handige dingetjes kopen. Die ik eigenlijk nooit koop. Doei. Nee, ik zei doei. Wat een hoop winkels, joh. Rough and tough. Oh, hier kunnen we outfits kopen. Alleen maar pompomhetjes, maar ik wil een vette hat. Nee, die zijn niet cool. Nee, dit is niet cool. Deze stad is wel echt mega. Nou, ik ga denk ik maar gewoon naar de school toe, hoor. Ik wil die trappen, joh. Oké, wat is hier aan het gebeuren? Oh, dit zijn grunts. Snap je het niet? Als je bij Team Ster komt, dan kan je zo fel schijnen als alles en iedereen. Oké, Team Ster dus, hè. Wil je niet samen met ons schijnen? En deze persoon zegt, nou, nee, niet echt. Ik heb daar niet zoveel behoefte aan. Luister, we moeten een x-aantal mensen meenemen die nieuwe leden worden van Team Ster. Dus vul gewoon je handtekening in. En deze gast zegt, nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Maar ik ga helpen. Kom dan, Team Ster. Niet eens toer doen. 2-2, let's go. Oh, oké, doei. Gaan jullie wegrennen? Oh nee, jullie willen battelen? Oké, is goed, kom. Laat maar zien dan, Team Ster. Laat maar zien wat je hebt. Hey, ja, daar is Shroodeltje. Ah, mijn Quaxly heeft net al een Shroodle verslagen. Hè? Oh, maar deze Shroodle is snel. Die doet leer. En mijn verdediging die gaat omlaag. Maar hier komt de waterpistool van Quaxly. En daarna nog een waterpistool. Maar wat doet Shroodle? Shroodle doet Scratch. Ja, dat doet nu 9 HP damage. Is best veel, maar hey, Shroodle gaat alsnog down. Lekker gedaan, Quack. Wil die andere ook nog tegen mij vechten? Grunt B, kom dan. Hier, kom. Kom. Ja, jij moet battelen. Hey, maar daar is Nemona. En die zegt, wat denken jullie dat jullie aan het doen zijn? Ze kijkt ook een beetje boos. En de grunts zeggen, oh nee, dat is de gevaarlijke, de baas van de school. Ja, niet de baas, maar in ieder geval iemand die een goede student. Een goede student. Laten we daarop houden. Nemona zegt, ik kan niet geloven, Rikachu. Ik snap niet dat je met random mensen gaat battelen. Jij kan namelijk nog genoeg battelen tegen mij. En ik zeg, ja, maar dat waren die Team Star Chappies. Ja, precies, Nemona. Ik bedoel, je mag best wel even sorry zeggen tegen mij. Ik heb alleen maar geholpen, hè. Ja, nou, wegwezen, Team Star. Nemona zegt, ja, ik ben de voorzitter van de studentenraad. Normaal gesproken had ik dat moeten doen. Maar hier, ik heb een cadeautje voor je. Ja, nu kunnen we terrestrialize, hè. Ja, de Terra Orb. Oeh, die ziet er best cool uit. Ik heb totaal nog niet gekeken welk type mijn Pokémon worden als ze terrestrializen. Oh, Quaxly zal nog steeds een Water-type zijn. Kom battelen! Ze durven niet meer. Let's go! En wie heb jij dan meegenomen? Young Goose, ja hoor. Let's go, Quaxly! Oké, let's go. We gaan terrestrializen. En dan gaan we waterpistool doen. Kijk hoe cool Quaxly eruit komt te zien. Let's go, Quaxly! Ja, het is wel lach hoor. Het ziet er wel echt leuk uit. Hoppakee, very nice. Waterpistool. En is die nu heel veel sterker, vraag ik me dan af. Oh, nou ja, bijna een one-hit. Oké, dan maak ik het nu gewoon af met een wing attack. Let's go. Doei.
Laat de Yungoosie. Heerlijk gedaan. Palmy en Wooper gaan een leveltje omhoog. Die zijn ook alweer level 9. En die andere Team Star member stond daar nog te juichen. Die was blij dat wij hadden gewonnen. Die is overgelopen. Nou, nice. Lekker geterrestrialized, joh. Nou, nu wegwezen, teamsterretjes. Opzouten. Team Star, dat zijn ook studenten die altijd voor problemen zorgen, zegt Nemona. Hallo. Oh, jij bent er ook nog. Deze student zegt, dankjewel. Ja, graag gedaan. Geen probleem. Doei, mazzel. Wie is dat, Nemona? Weet jij wie dat is? Nemona zegt, nou, ik heb dat meisje nog niet eerder gezien. Ze is ook nog maar net nieuw. Maar die Eevee-tas, die was heel tof. Nou, we moeten deze trap op. Maar ik ben even benieuwd in welk type mijn Pokémon terrestrializen. Quaxly in water. Lechonk normal, electric, ja. Ze terrestrializen allemaal in hun eigen type. Wooper in ground. En dan moeten we deze trap omhoog naar de school. Naar de Naranja Academy. Dit is wel echt een flinke campus, jongens. En in de volgende aflevering gaan we kijken wat we daar allemaal moeten doen. Dus als je erbij wil zijn, vergeet niet te abonneren. Knal de duimpjes omhoog. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!